Hey allemaal, welkom weer bij een nieuwe video. In deze video gaan we het hebben over ouder worden. En dan niet zozeer van, oké, zijn we nu ouder geworden, maar meer over de verwachtingen versus de realiteit. Van hoe dacht je vroeger over bepaalde dingen en hoe is dat nu eigenlijk veranderd? En is dat tegengevallen of juist anders geworden? Voordat we beginnen wil ik eerst even jullie vragen of jullie willen abonneren op ons YouTube kanaal. Want elke donderdag en zondag vind je daar een 4 uur een nieuwe video. En dan ben je altijd op de hoogte van onze nieuwe video's. Want ik ging vooral tot de middelbare school. Ik had echt zo'n groep met vrienden. En ik dacht van, oh, we zijn echt forever friends. En nu heb ik, denk ik nog, nog met 2 meiden echt bevriend. En die andere zie ik echt nooit meer. Ik had niet verwacht dat je zeg maar na de middelbare school zo uit elkaar zou groeien eigenlijk. Ook na je studie. Want mijn studie ken ik ook echt super veel mensen die ik echt nu bijna nooit meer zie. Ja, je gaat gewoon andere wegen op. En ja, weet je, je hebt andere studies, andere interesses, andere vriendjes. En op een gegeven moment heb je gewoon. Ik hoop dat je een andere vriendje hebt. <Ja. laughs> Nee, maar ik bedoel meer van ja, jullie krijgen allebei een vriend die niet meer op dezelfde school heeft gezeten. Of juist een vriend van je andere studie. Je krijgt gewoon een hele andere. Ja, op een gegeven moment heb je gewoon dat het gewoon goed voelt als het elkaar gewoon. Als je geen vriendschap meer hebt. Ja, dat is ook fijn. Soms denk je dat je echt niet te breken bent, maar geloof me, er valt heel veel te breken. Ja, er valt gewoon heel veel te. Ja, weet je, het is ja, er valt heel veel te breken. Dan heb je dat het gewoon echt op een gegeven moment dat je denkt, oh my god, ik ga een studie kiezen. Dat is al heel erg eng, want welke studie kies je? Je kunt superveel verschillende studierichtingen kiezen. En ja, je maakt gewoon een keuze voor een soort van je hele leven, voelt het. Dat is echt al dat je denkt, oh my god. En op een gegeven moment, ja, eigenlijk gedurende de jaren, tenminste dat was bij mij, dat ik echt op een gegeven moment dacht van, yo, weet je, dit is wel echt een studie die op mijn lijf is staat geschreven. Ja, zoiets. Bij mij voelde het ook echt meteen goed. En ik heb eigenlijk gekozen om er heel erg over na te denken. En ik wist wel dat ik schrijven heel leuk vond, maar ik deed er nog echt iets mee. En toen heb ik wel echt ontdekt dat het heel goed bij mij past. En dat ik hier ook echt mee door wilde gaan. Maar zelfs als je een studie doet waarvan je denkt van oké, dit is niet helemaal wat ik wil. Dan kun je alsnog een andere studie gaan doen of ergens anders werken. En als je ook ziet hoeveel mensen ergens werken. Bijvoorbeeld bij de tijdschriften bijvoorbeeld is dat zo. Er zijn zoveel mensen die bijvoorbeeld geschiedenis hebben gestudeerd. Ja. Of niet eens journalistiek hebben gestudeerd. Weet je, je kunt op een gegeven moment gewoon. Je vormt jezelf ook wel, weet je. Ik had in het begin dat ik heel erg mode heel erg interessant vond. En ik wilde architectuur vond ik heel erg interessant. En ik wilde iets met fashion en design doen. Daarom ben ik ook eerst aan het amfi begonnen. Maar op een gegeven moment kom je er gewoon achter van, joh, dat is gewoon helemaal niet wat bij mij past. En schrijven vind ik heel erg leuk. En ik vind communicatie heel erg leuk. Dus eigenlijk, dat vind ik zelf. Je moet best wel op een jonge leeftijd een beslissing maken van wat ga je doen voor de rest van je leven. Terwijl, zo voelde dat, maar dat hoeft eigenlijk niet. Nee, je kan alle kanten op. Ja. Je doet een studie, maar je kunt switchen van studie. Je kunt na je studie nog een andere studie gaan doen. Je kunt je gaan specialiseren door verschillende masters te doen. Dus weet je, het is niet als je een keuze maakt dat dat voor de rest van je leven is. Want uiteindelijk vormt die weg zich vanzelf wel. Je doet een bepaalde studie en dan denk je, oh, dat vind ik juist wel leuk van die studie en dat niet. En dan komt vanzelf wel. Ja. En dan heb je natuurlijk ook na je studie die angst, dat weet ik nog, dat ik dacht, oh, vind ik wel een baan en hoe ga ik mijn geld verdienen? En dan val je een soort van voor je gevoel in een zwart gat, dat je denkt, en dan, weet je, een soort van, eerst was je bang voor je studierichting. En dan heb je studierichting gekozen en dan ben je bang weer voor. Ja, ik moet zeggen, ik was niet echt bang eigenlijk. Wat ik wel had moeten zijn. Want zij dacht, er zijn heel weinig banen. Dat merkte ik toen ik stage liep. En dan ging ik kijken naar facturen. Dus die waren er gewoon bijna niet. Maar ik weet niet. Ik denk dat het altijd wel weer op zijn pootjes terechtkomt. Altijd. Als je zeg maar gemotiveerd bent en als je het werk leuk vindt wat je zou gaan doen. En als je gewoon goed bent, dan vind je echt wel een baan. Ik had op de basisschool, op de middelbare school wel dingen waar ik dan onzeker over was. Zou ik eigenlijk niet echt onzeker over het zijn, over mijn lichaam. Weet je, toen was ik echt nog slank en had ik echt amper fan. Dacht van, oh, ik heb zulke dikke benen. En weet je, nu heb ik echt die vrouwelijke vormen en heb ik zoiets van, weet je, ik ben eigenlijk wel goed zoals ik ben. En je leert jezelf omarmen of zo, moet ik het zo zeggen? Ja, wel, jawel. Je bent gewoon meer tevreden met jezelf. Ja, en dan, ik durf echt amper in een bikini op het strand te lopen. En nu heb ik zoiets van, weet je, boeiend. Ik vind dat ik er prima uitzie en ja, weet je, vroeger wordt veel zelfverzekerder, denk ik. Ja, en je was ook best wel gevoelig voor foto's die in tijdschriften stonden. Dat je dacht, oh, dat is perfecte benen, geen cellulitis, geen strié. Maar nu, het klinkt heel raar. Uiteraard wist je dat toen ook wel. Maar nu ben je wel meer, dat het meer oud en die open is. Dat Photoshop en alles. Dat gewoon iedereen cellulitis heeft. En iedereen heeft strié. En iedereen heeft zijn of haar onzekerheden. Dus
als je dat op een gegeven moment in je achterhoofd houdt, dan voel je op een gegeven moment zelf ook wel zekerder. Dat je denkt, ja, weet je, ik ben blij dat je juist meer naar je positieve dingen gaat kijken. Ja. En vroeger keek ik juist meer naar mijn negatieve dingen. Precies, ja, dat verandert wel echt heel erg als je ouder wordt, in ieder geval voor mij. Nou, dit was onze video. Ik ben heel erg benieuwd hoe jij jezelf nu ziet. En of je misschien bepaalde dingen herkent waarvan je denkt, oh, vroeger dacht ik ook zo, maar nu ben ik totaal veranderd. Laat het vooral eventjes hieronder weten. En duimpjes omhoog als je deze video leuk vindt. En dan zien we jou gewoon de volgende keer weer. Doei doei! Laatst zag ik in zo'n hoekje van de supermarkt, zag ik een recept voor limonade, en van lekkere broodjes en kies en dat soort dingen. Dat gaan we maken, nemen we mee in een mandje, een kleedje erbij.